What's up? Ik ben Soos en dit is Soos Sense. En als jij interesse hebt in mannenparfum, parfums in general, in zelfverzorging en al die dingen, ben je op de juiste adres. Want ik, Soos, praat over parfum en all that stuff. So, ja man, thanks for being here. Zorg dat je abonneert en liked en al die stuff. Ik zeg het alvast nu. Aan het eind zeg ik het ook weer, maar maakt niet zo uit. Vandaag gaan we het hebben over fragrances die ik persoonlijk vrij underrated vind. Dus het zijn geuren die, toch, mensen praten er gewoon niet veel over. En dat vind ik jammer, want het zijn hele goede fragrances. Ik heb laatst een video, of maandag was dat, heb ik een video geplaatst met overrated fragrances. En dit zijn allemaal geuren die ik heel erg underrated vind. Ik heb gekozen voor geuren uit mijn eigen collectie voornamelijk. Of eigenlijk allemaal. Zodat ik echt een goede mening erover heb. En ik denk dat ik een vrij mooie list heb uit elkaar heb kunnen zetten. Van geuren die ik heel erg underrated vind. En toch, het wil niet zeggen dat ze per se voor jou perfect zullen zijn. Maar ik wil wel zeggen van, hey, geef het een kans. Test het, check het, probeer het. En misschien ga je dezelfde mening als mij delen. Dat je ze ook heel erg underrated vindt. Dus als jij wilt weten over fragrances die ik underrated vind, zou ik zeggen stick with it, stick with it, stick with it. Ik begin met YSL of Yves Saint Laurent, dan nu de EDT versie. Bleu Electrique, veel van gehoord, de EDT veel over gehoord. Maar deze valt heel erg mee. Niet veel mensen praten over de EDP. Veel cardamom zit erin. Het is een vrij kruidige fragrance. Vrij sterk, naar mijn mening. Ik vind het oprecht een hele serieuze beast mode fragrance. Daarom vind ik het ook heel raar als ik naar content creators kijk en ik kijk naar hun list van beast mode fragrances. Zie ik deze er amper tussen zitten. Terwijl dit een geur is die easy 10 uurtjes meegaat. Makkelijk zelfs. En ik heb al zoiets van, hoezo zit deze er nooit bij? Ik zie ook niet heel veel andere flankers, trouwens van La Nuit de Lhomme collectie erbij zitten. Maar ik vind dit oprecht een geweldige fragrance. Super versatile, je kan het op hele zakelijke gelegenheden gaan dragen. Je kan het tijdens uit gaan dragen, je kan het tijdens dates gaan dragen. Dus ik vind het een hele goede nachtfragrance. En dat hoor je ook in de naam, La Nuit de Lhomme. Het is voor de nacht. Dus geweldige fragrance voor verschillende momenten in de nacht. Business meetings om te eten. Oh, ja, business dinners. Beter gezegd, business dinners. Perfect, hè, toch? Feesten in de nacht. Perfect. Het doet zijn ding gewoon, vind ik. Ik vind het oprecht een hele goede beast mode fragrance. En ik vind gewoon dat veel meer mensen deze fragrance gewoon moeten checken. Gewoon testen. Gewoon kijken hoe die is. En als je daarmee bezig bent, zou ik ook zeggen, check ook de Le Parfum versie van deze. Ook geweldig. Minder sterk als deze. Deze is beast mode. En die andere is minder sterk. Maar oprecht, ik vind dat dit een fragrance is die mensen gewoon moeten checken. Want ik vind het oprecht heel erg nice. Het heeft een geweldige scent DNA. Ook van de La Nuit de Lhomme. En versatile. Ja, dit is een fragrance waarvan ik denk, joh, mensen moeten het oprecht gaan checken. Want het is gewoon topper. Je kan het overal wel checken. Ici, Paris, Douglas, noem maar op. Dus test het gerust en kom terug en vertel me wat je... Deze is een beetje dubbel, naar mijn mening. Omdat het, mensen die heel erg into niche zijn, die praten er wel wat meer over. Maar, like, in het algemeen in de parfumwereld, like, algemeen dus ook mensen die ook gewoon van designers houden en andere dingen, praten er niet veel mensen over. Waarom? Kan ik wel uitleggen, maar laat me eerst zeggen over welke fragrance ik het heb. Ik heb het over Bond No. 9, The Scent of Peace for Him. Dit is oprecht een geweldige fragrance. Is een beetje duur. Het is niet de eerste geur waar mensen over gaan praten wanneer ze praten over Bond No. 9. Want dan gaan ze eerder praten over bijvoorbeeld Bleecker Street. En als we praten over geuren die een beetje de Aventus vibe hebben, dan gaan mensen vaak praten over de goedkope clones, zoals de Armoffs en of bijvoorbeeld de Montblanc Explorer. Persoonlijk vind ik dat deze veel meer lijkt op, hoe heet die fragrance ook alweer? Hassifat, Nishane Hassifat. Ik denk dat
de Hasifat en de Bandamana en de Set of Peace for Him, dat het meer op elkaar lijkt dan dat deze lijkt op de Kriere Band. Dus persoonlijk is dat zo. Ik kan ook begrijpen dat minder mensen over deze fragrance praten, omdat die rond de €350 is. Of €300, één van de twee. Dus het is een vrij dure geur en dat begrijp ik ook wel. Maar als we constant gaan praten over een Cree Leventis, als we constant gaan praten over Gerge of Naxos en Herba Puras, MFK Baccarat Rouge 540's en die dure geuren, dan zou ik zeggen van hey, waarom gaan we dan niet praten over geuren zoals Bandama 9, The Scent of Peace for Him? En het is jammer dat wanneer mensen praten over Bandamana, dat het altijd Bleecker Street is. En Bleecker Street is heel erg goed. Ik ga niet zeggen dat Bleecker Street niet goed is. Want het is oprecht een hele goede fragrance. Maar ik heb wel zoiets. Bandamana, de centerpiece van hem, is echt een geweldige geur. Een geur die je eigenlijk kan gebruiken als een daily als jij van niche geuren houdt. Het is een hele goede daily, vind ik. Maar ja, Aventus is dat ook. En Hasifat is dat ook. En ik begrijp dat. Waarom praten we alleen maar over die? En waarom praten we ook niet over deze fragrance? En toch, er is denk ik maar één persoon, één content creator, echt die ik heb gezien, die vaak over deze fragrance heeft gesproken en heeft geprobeerd om het een beetje in te maken. En dat is, Bowtie Fragrance Guy. Sorry, toch? Bowtie Fragrance Guy. Of de Bowtie Fragrance. Eén van de... Die guy praat heel veel over deze. Hij heeft ook gesproken over Amash Jubilation 25. Want heel veel mensen praten voornamelijk alleen over de interludes en die dingen van Amouage. En sowieso minder mensen praten over Amouage. Maar los van dat, goede content creator en heeft het heel erg geprobeerd. Want hij praat heel veel over niche. Dus het is makkelijker denk ik om dan uiteindelijk over de Scent of Peace voor hem te gaan praten. Maar hoe ik het zei, ik vind het oprecht zonder dat er zo weinig mensen over deze praten. Een geweldige, fruitige... ik weet niet, ja, bosbessen rijk je er goed in. Het heeft een beetje dat houtachtige, heeft het ook. Het is een hele smooth fragrance die wel een beetje synthetisch kan ruiken af en toe voor mensen. Maar je ruikt kwaliteit erin, je ruikt de prijs erin, je ruikt de performance is geweldig. De sillage is geweldig. Dit is oprecht een topgeur. Een geur voor zoveel dingen, voor zaken, voor trouwen, voor noem maar op. Dit is oprecht een geweldige fragrance en ik denk dat veel meer mensen het moeten checken als ze eenmaal het geld willen uitgeven voor niche geuren. Dus ja, hoe ik het zei, dit is een topgeur. Check het 100% zeker weten. Bandamana, the scent of peace for him. Als je houdt van wat fruitige, wat zuurdere fragrances, is dit wel een goede geur voor jou om te gaan checken. Ben je fan van Aventus en heb je zoiets van Aventus is nice, maar ik wil niet echt Aventus halen. Ben je fan van Hasifat en heb je zoiets van, maar ik wil dat niet halen. Zou ik zeker weten checken, zeggen, geef het een kans en check het. Misschien gaat dit wat voor jou zijn. Bandamana, the scent of peace for him. Weer een geweldige fragrance, of tenminste een geweldige house. En dit is weer een geur waarvan ik denk, yo, als we praten over dailies, waarom komt deze niet zo vaak te sprake, man? Ik heb het over Narcissos Rodriguez Blue Noir voor hem, de EDP. Wat een geweldige geur is dit. En ja, dit is gewoon een geur die altijd kan ook. Een goede daily, een geweldige geur om te dragen wanneer het warmer is. Wanneer het koud is, kan je het lekker oversprayen. Versatile, dus wanneer je wilt kan je hem dragen. Je kan hem op school dragen. Je kan het, dit is zo'n geur, je kan het in de gym dragen en mensen zullen niet raar naar je opkijken. Pardon, omdat het gewoon een geweldige geur is all around. Dit is een geur waarvan ik zeg van, hey joh, mensen, check het gewoon. Of als je gewoon zoiets hebt van, hij is ook niet zo duur. Ik denk dat het rond 40, 50 euro is. Oh, 40, ik lieg. 50, 60, zoiets. En dan heb je 50 ml, denk ik. Dus, en als je het bij een deluxe of zo gaat halen, is het denk ik nog goedkoper. Dit is oprecht een geur waarvan ik zeg tegen mensen, koop hem gewoon, boeit niet zoveel. Als je hem eenmaal in je collectie hebt, zal je hem sowieso dragen. Je gaat er complimenten mee krijgen, omdat het gewoon nice is. En hij fit met almost everything. Dus oprecht, dit is een geur. Check it. Narciso Rodriguez Blue Noir voor hem, EDP. Een geweldige, niet een extreem lijpe geur, maar het is een goede, smooth scent. Performance is gewoon goed, pak een beet, 7 uurtjes heb je hem gewoon rustig. Sillage is ook goed, armlengte.
dit is gewoon een topgirl. Voor wat het is, meer mensen mogen erover praten. Als we constant gaan praten over Versace Dylan Blue. Als we constant gaan praten over YSLY. Als we constant gaan praten over heel veel verschillende blue fragrances om als daily te gebruiken. Heb ik zoiets van, waarom praten we dan niet over iets wat geen blue fragrance is, maar wel de abilities heeft van een blue fragrance. Waarom praten we niet over deze fragrance? Zo'n goede geur en zo weinig mensen praten erover. Het is jammer, het is zonde. Maar ik zou zeggen, mensen moeten het beginnen te checken. Niet omdat het geen hype is, moet je het niet checken. Dit is een geur, je ruikt apart, niet iedereen heeft het. Dit is gewoon een geur van, just get it. Je kan het overal checken. Bij de Bijenkorf kan je hem testen, Douglas kan je hem testen, Issy Paris kan je hem testen. Als je in België woont, kan je hem bij de Parfum Center checken. Al die plaatsen kan je hem checken, dus... Zeker weten is dit een geur om gewoon te gaan checken, om te kijken wat je ervan vindt. En hij kost niet veel, dus uiteindelijk, je kan er niet mis mee gaan. Dit is een tricky one, want ik weet niet per se, buitenlandse creators gaan dit sowieso niet weten. Nederlandse creators kunnen het wel weten, maar meer mensen moeten er sowieso over praten, man. Nomé Gora Notable Intense. Een geweldige, voor mij een fruitige fragrance. Snoepachtig, lekker zoetig. Ik vind het een hele goede unisex fragrance. Het is een fragrance die veel mensen kunnen dragen. Mannen, vrouwen, oud, jong, boeit niet zoveel. Iedereen kan het wel dragen. Een geweldige scent voor in de zomer, vind ik persoonlijk. In de lente werkt het ook perfect gewoon. Ja man, het is een extra lichte parfum, dus het is niet per se een hele luide geur, maar het is een geur die heel lang blijft. Daar praten we ook over 9 uurtjes zoiets. Puur omdat het gewoon een beetje een close encounter fragrance is, kan het zo zijn dat mensen er niet heel erg hype van worden, wat dan ook, want dat is wat ze vaak verwachten. Nomé Gora, ik weet niet of er nieuwe badges, oh sorry, ik spray het weer. Ik weet niet of er nieuwe badges zijn uitgekomen van deze fragrance, maar ik heb een vrij oude badge. Ik denk dat dit een van de eerste is. Want ik weet toen het net was uitgekomen dat heel veel mensen waren dat ik het ging testen. En ik had geluk dat ik de bottles gratis heb gekregen. Toen in het begin ik had 10.000 volgers of zo op TikTok. Maar op dit moment check ik het en vind ik het nog steeds nice. En draag ik hem nog steeds gewoon. Dragen niet vaak genoeg vind ik. Dat wel. Maar ik vind het wel een hele lekkere geur. Vooral wanneer het warm is. En hoe ik het zeg. Ik wil dit jaar meer buiten komen. Meer dingen gaan doen. Vorig jaar was ik een kluizenaar. En de jaar daarvoor was ik ook best wel een kluizenaar. Veel werken en veel thuis zitten. Maar in de zomer wil ik buiten zijn en dit veel kunnen dragen. Veel dingen buiten doen met mensen. Waardoor ik de fragrance veel meer kan dragen. Ik heb dat met heel veel geuren. Ik wil meer naar buiten gaan om veel geuren te kunnen dragen. En dit is zeker weer een geur waarvan ik niet kan wachten om het te dragen wanneer ik op vakantie ga. Dingen buiten ga doen wat dan ook. Want ik vind het zo'n lekkere, fruitige, snoepachtige geur. Ja man, ik vind het gewoon een topgeur. En hoe ik het zeg, de performance is goed, de sillage is goed. Het is juist niet overdreven en ik ben niet per se een persoon die altijd per se een luide fragrance wil hebben. Dus ik denk dat dit wel voor mij een goede fragrance is, vooral met de notes en alles wat erin zit. Voor mij is het top, voor mij is het helemaal top. Notable Intense van Nomé Gora, geweldige fragrance. Zeker een geur waarvan ik tegen mensen zal zeggen dat je het moet checken. Het kost denk ik rond de €90. Is het wel waard, vooral met de kwaliteit? Het heeft gewoon quality en dat draait je ook gewoon. Ik weet niet of ik dit een indie house moet noemen of een niche house moet noemen. Ik weet niet. Maar ik begrijp dat minder mensen hierover praten. Puur omdat het niet een internationale merk is per se. Om het goed te zeggen. Het is niet per se dat al die content creators die voornamelijk in Amerika of Engeland zitten. Zoveel van deze fragrance hebben gehoord. Maar... mijn content is voor mensen uit Nederland, België of mensen die Nederlandstalig zijn. Dus ja, ik vertel het tegen jullie. Nomé Gora Notable Intense, geweldige fragrance. En zeker weten, check hem waard. Ik weet niet zeker of je decants kan halen van deze fragrance. Of dat je samples kan halen op de site, officiële site zelf. Maar ik zou zeker zeggen, check het. It's good, it's good. Een geweldige fragrance die ik had binnengekregen van Parfumado. Dit is Jaliband Brooklyn. Top geur. Voor in de lente, top geur. Het staat, ik heb hem ook staan in de list van de niche geuren voor in de lente. Geweldig. Like, oprecht, top geur. En Jaliband is sowieso, of Jaliband, ik weet niet hoe ik het precies moet uitspreken. Is sowieso een niche house waar ik niet super veel van had gehoord. En ik ging er een beetje in duiken, kijken wat ik ervan vond. En wauw. Wauw.
topgeuren hebben ze. En niet al te duur, vooral voor niche. Is het niet al te duur en zeker weten het checken waard. En als je nog geen lid bent van Parfumado, de ontdekkingsplatform voor parfum, zou ik zeggen, check de link in mijn bio. Eerste maand krijg je 50% korting. En zet het in de eerste maand, check het. We zitten nu in maart. Als je nu lid wordt, heb jij in april deze binnen en dan kan je hem testen. Heb je 8 ml en dan kan je ding doen. Performance-wise, top. Sillage, top. Performance praten we over rustige 8 uurtjes. Vooral als het warmer wordt, denk ik dat die langer gaat blijven. Sillage, het is daar iets meer dan een armlengte. Zeker een walm om je heen. Dus wanneer je rondloopt, dat mensen het wel gaan ruiken. Mensen wel gaan zien. What's up aan jou? Het is een geur die je vrolijk maakt. Laat me dat zo zeggen. Ik weet niet precies wat het idee achter was met de naam Brooklyn. Want de echte Brooklyn is denk ik niet zo vrolijk als dit. Ja, het is een topgeur. Zeker weten checken waar het ik het zeg. Je kan hem checken op Parfumado. Zet het in je agenda. En enjoy, zou ik zeggen. Enjoy. Het is zeker een geur waarvan ik tegen mensen zou zeggen dat het het checken waard is. En vooral als je het via Parfumado kan doen. Je betaalt sowieso elke maand een niet al te veel bedrag voor parfum. Dus waarom niet in je agenda zetten, toch? Dus Brooklyn van Jalivant, zeker weten checken waard. Underrated, want niet veel mensen praten überhaupt over de niche house Jalivant. Of tenminste, te weinig mensen praten erover. Dus ja, het is een house waar ik veel meer van ga halen. Sowieso, want I like the fragrance. Mensen praten over deze fragrance, maar niet genoeg naar mijn mening. Ik heb het over Chanel Allure Homme Edition Blanche. Veel mensen praten over de Extreme, de EDT, de cologne en alles. Maar niemand praat over een van de beste zomergeuren ooit gecreëerd. De Edition Blanche. Dit is denk ik persoonlijk voor mij de beste flanker. Sowieso. Nee, niet eens de beste flanker. Ik vind dit beter dan het origineel zelfs. Ik vind dit de beste allure. Like, standaard. Dit is de beste. En ik vind dat in elke zomerlijst die een content creator gaat creëren voor mannen, moet dit erin zitten. Het moet. Het moet gewoon. Fris, citrus, vanille, romig. Dat is wat je wilt voor een zomerger, zou ik zeggen, toch? Lekker fris. Lekker citrus vibe erachter. Het is een topger. En ik vind dat het veel meer credits moet krijgen, man. Minder Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Intense in je list. Meer Edition Blanche. Simpel. Gewoon simpel. Dat is gewoon wat het is. Gewoon simpel. Gewoon meer deze fragrance in je list gaan zetten. Want het hoort daar. Het hoort daar. Dit is denk ik een van de beste zomergeuren. Designergeuren, laat me het goed zeggen. Designergeuren die zijn gemaakt. Like, what the hell? Waarom praten niet meer mensen over deze goddamn fragrance? Het is een topger. Oprecht een topger. En ik vind dat veel meer mensen het moeten checken, man. Want het gewoon zo geweldig is. Ik vind dat mensen het meer mensen moeten checken, man. En je kan het overal halen. Elke designer dingen. Check het. Check het. Because it's awesome. Ja. Deze fragrance heb ik wel wat vaker gezien. Maar niet genoeg mensen in Nederland en België weten van deze fragrance. En check het. Dus underrated voor mij persoonlijk is Ferragamo Uomo. Ferragamo, ja, er zijn bepaalde geuren die mensen wel checken, maar niet genoeg. Er is ook een signature versie hiervan. Super underrated ook. Dit is een beetje, ja, hoe ga ik het zeggen? Een hele goede herfst-winterachtige geur met een beetje dat snoepige, maar niet per se dat, ja, ik wil niet zeggen drop. Maar het komt wel een beetje daar, zeg maar, bij drop-achtige dingetjes. Dus zeker weten een geur waarvan ik zou zeggen, check het. En het kost niet overdreven veel geld. Blijft vrij lang, 7, 8 uurtjes. Sillage is ook gewoon steady. Iets minder dan een armlengte. Het is een geur waarvan je redelijk veel complimenten mee krijgt. Want ik krijg er... Weet toch, hier en daar complimenten mee. Dus ik zou wel kunnen zeggen dat dit een goede fragrance is. De dry down is ook heel erg smooth. De opening is een beetje, hoe ik het zeg, dropperig. En wanneer het droger begint te worden, wordt het iets meer snoeperig.
En dat is ook nice. Maar ik wil niet per se zeggen dat het de gourmandachtige geur is. Want dat is het niet per se. Het heeft veel meer andere dingen erin zitten waarvan je kan denken. Ah, oké, het is niet per se dat. Maar het makkelijke voor mij nu is om het te vergelijken is drop en snoep. Want dat heeft het wel heel erg heavy. Vind ik persoonlijk. Maar iedereen zijn neus is anders. Iedereen zijn huid is anders. Dus bij iedereen gaat het een heel ander effect hebben. En dit is gewoon het effect dat het op mij heeft. Dus ja, dat is wat ik vertel. Very underrated. Een geur die niet zoveel veel kost. Die in veel meer goedkopere lijsten kan komen. In veel meer designerlisten kan komen voor herfst. En al die dingen. Dus dit is zeker weten een geur waarvan ik zou zeggen. Check het. Check het. Ja man. Top geur. Dat was het weer. En ja man. Als je alles hebt gecheckt. Zeg mij welke geuren jij heel erg underrated vindt in de comments. En ja. Ik ga sowieso meer van deze maken. En meer van de overrated geuren list. Want ik vind het wel zo leuk om te doen natuurlijk. Hoe ik het zei, comment. Laat een like achter. Abonneer. En join de Discord server. Waar we praten over parfum. En heel veel andere leuke dingen. Maar we praten veel over parfum. Dat wel, we praten heel erg veel over parfum. En het is leuk. Het is nice. Like I said. Thanks for watching. Veel liefde naar iedereen. En thanks. Peace.